Goedemorgen allemaal. Welkom bij het webinar over Kala Catalog. Ik hoop dat u mij allemaal kunt horen. We zitten met een behoorlijk grote groep. Daarom gaan we een paar afspraken maken om het wat handiger te maken. Als u mij niet hoort, zeg dat dan even in de chat. Iedereen staat op mute. Dat willen we dus ook graag zo houden. De vraag in de chat. En aan het eind hebben we tijd voor een vraag en antwoord daarin. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Marcel de Vries. Ik ben de product owner van Kala Catalog bij Kadak. Ik heb ruim 10 jaar ervaring in productontwikkeling. Van oorsprong ben ik ooit opgeleid als een geodeet en ruime ervaring in kat- en gistoepassingen. Nou, als ik de deelnemerslijst zie, dan zie ik een groot aantal personen die ik in dit werkzame leven al wat eerder tegen ben gekomen. Nou, ik doe dit Kala Catalog maak ik niet in mijn eentje. We hebben een groot team. Dat is hier de groep die wij 2 weken geleden bij elkaar waren. En hebben deze foto genomen bij de applicatie die ik ook zo meteen ga tonen. Zeer waarschijnlijk is deze foto over een week alweer achtergehaald. Omdat we dan weer een nieuw teamlid kunnen verwelkomen daarin. Wat ga ik vertellen? Ik heb een agenda over een aantal punten. Een aantal van de deelnemers zijn ook bij het event van ons op 13 juni geweest. Een aantal niet, dus ik ga toch een klein stukje herhaling doen daarvan. Ik heb een paar slides eruit genomen, maar we gaan niet alles van 13 juni herhalen. Maar we vertellen ook wat de huidige status is van waar we met ontwikkelingen staan en hoe we daar naartoe gaan. En al juist die slides die zijn wat uitgebreider dan de 1 of 2 slides die we 13 juni daarin hebben getoond. Wat was de aanleiding? Dat is een stukje marktverandering die we zien gebeuren daarin. Wat je heel veel ziet is dat er heel veel richting de SaaS gaat. Je bent ontzorgd dit onderhoud, je kan eenvoudig uitbreiden. Het is veel makkelijker te beheren en het is handiger in het gebruik. Het is ook toekomstgericht. Als we kijken naar het VD3 verstelsel daarin, data bij de bron, single use. Veel makkelijker. Als we kijken naar de huidige situatie, dan hebben we een NetBGT-klant en een client server oplossing met Oracle. Ja, die is niet echt toekomstgericht meer. We behoren ook flinke signalen uit de markt dat de Oracle-licenties te duur aan het worden zijn. Updates zijn fysieke installaties. Veelal thuiswerken hebben we daarin nog een grotere uitdaging gekregen. En de CAD-applicatie heeft best wel een hoge leercurve gekregen. Al met al is het een verandering waar we mee moeten. Nou, wij zijn bezig om een SaaS-oplossing te maken voor Catalog. En dat betekent dat onderhoud, updates, wijzigingen, regelgeving allemaal door ons op de backend worden geregeld. En wij maken echt een echte SaaS-oplossing. En dat betekent dat het niet zomaar een kopie is van de desktop-oplossing naar de cloud, of dat we die virtualiseren, op wat voor manier dan ook. Nee, we gaan echt full SaaS. En dat betekent dat we alle SaaS-componenten die er zijn, ook daarmee gebruiken. En dat betekent zoveel mogelijk automatiseren. En daar ook de kracht van gebruik maken. Maak gebruik van functie-apps, maak gebruik van databases, maak gebruik van services, SaaS-services. Dus bijvoorbeeld de import vanuit de landelijke voorziening, die staat los van de applicatie en kan gewoon draaien zonder dat je de applicatie daarvoor vertraging oploopt. Dat is allemaal gesplitst en dan maak je echt gebruik van de true SaaS-oplossing. Dat is waar we naartoe zijn aan het gaan. En hoe ziet het dan voor Catalog eruit? Daar gaat de volgende deel van de presentatie over. Kala Catalog is een verzameling van webapplicaties voor het bijhouden van objectregistraties in een SaaS-omgeving met Esri-technologie en met de intelligentie van Kadak. Hier zitten al een paar dingen in die van belang zijn. De eerste is dat wij objectregistraties gaan doen. Dat betekent dat we beginnen met de BGT. Maar dat is niet de enige. Ook geo-registraties zoals BAG en WAS, de geometrie daarvan, die zullen we gaan bouwen.
Tweede is, wat is iets staans? SG-technologie. NetBGT is gebouwd op eigen technologie, maar de motor van SG is zo erg krachtig dat we de samenwerking daarmee als afgesproken en dat we daarop voortborduren en daar de kracht van gaan gebruiken. Is Scala Catalog een volledige vervanging van 1GDW? Nee, zeker niet. Het is wel de eerste stap daarin, maar het is geen volledige vervanging daarin. De samenwerking met SG. Wij zijn een samenwerkingspartner geworden van SG in Nederland. U ziet aan de rechterkant de twee directeuren de overeenkomst daarvan tekenen. En dat betekent dat we partneroplossingen bouwen op het SG-ecosysteem. We werken ook niet alleen als partners samen, maar ook intensiever. Want naast de klanten van onszelf, van NetBGT, kunnen ook klanten van SG in Nederland, en die hebben een applicatie GeoBGT, die krijgen die hebben dezelfde structuur een beetje als bij NetBGT, heeft een flinke update nodig, die krijgt aanbod om over te stappen op Catalog. We hebben in het eerste deel van het ontwikkeltraject hebben we ook heel intensief gebruik gemaakt van het development team van SG Nederland, waardoor de samenwerking zeer innig is. Nou, waar zijn we bezig met Catalog? Als we kijken iets dieper naar het platform zelf, we gaan een webapplicatie maken, echt met SaaS alleen. Belangrijk daarbij is dat wij een aantal SG-componenten installeren, maar die installeren wel in Nederland. We zitten gewoon op Nederlandse service onder Nederlandse wet en regelgeving. Dan hebben wij een basis genomen waarvan je de BGT misschien niet direct hebt. De BGT, de bron, is eigenlijk altijd landelijke voorziening. Daar is één waarheid en die ligt daar. En dat betekent dat wij ook voor onze BGT-oplossing daarvan uitgaan. En dat betekent dat wij geen lokale kopie meer gebruiken voor het editen van je BGT. Eigenlijk gaan we dan direct in de landelijke voorziening editen. Nou, daar staat een klein sterretje achter, want direct in de landelijke voorziening editen kan helaas nog niet. Maar dan zal ik zo meteen wel even uitleggen hoe we dat wel gaan doen. Dat betekent dat we geen eigen database meer opslaan. We maken gebruik van twee technologieën, ArcGIS Enterprise, als je de SG-omgevingen wat beter kent. Dat is de lokale variant van online, waar je de hele serverpark eigenlijk op een eigen server neerzet. Dat is wat wij doen voor de klant in onze cloud. Daarbovenop zetten wij Suite voor ArcGIS, dus een mutatieomgeving die zeer krachtig is, waarbij je direct al regels hebt bij het editen. Kom ik later op terug en laat ik ook wat van zien. Dat direct in de landelijke voorziening editor. Hoe gaat dat in zijn werk? Goed, als wij een melding krijgen dat we iets in de BGT moeten doen, dan komt die bij ons in een werklijst terecht. En op het moment dat wij daar aan mee aan de gang gaan, dan komt die in de muteeromgeving terecht. Dat is die suite-omgeving. Op dat moment halen we, landelijke voorziening kan je niet ophalen, de actuele status. Wij halen dus bij de PDOC API dat deel van de BGT op. Nou, als we de BGT goed kennen, dan weten we dat de PDOC API de status is van afgelopen nacht. En dus niet de status van nu 10 uur, 9 minuten over 10 van nu. Dat betekent dat wij nog even de abonnementsberichten van de afgelopen paar uurtjes ophalen om te kijken of er wijzigingen zijn in nog gedownloade PDOC gedeelte. En die verwerken we nog even, zodat je op het moment dat je begint met muteren een zeer actuele status hebt van dat gebied. Nou, dan kan je muteren, kan je kleine wijzigingen doen of grote wijzigingen doen, wat je wilt. En op het moment dat je klaar bent, dan doen we nog een laatste wat controle- en correctheidsbestanden. En dan sturen we het bestand direct naar de landelijke voorziening toe. Op het moment dat de landelijke voorziening die akkoord verklaart, kan je eigenlijk je werkgebied met dat gedownloade PDOC bestand kan je weggooien. Want dan is het verwerkt in de bron. Goed. Nou, zullen we een keer wat in live gaan tonen? Ik ga daarvoor even de applicatie. U ziet aan de linkeronderkant dat ik nog niet ben ingelogd. En als ik nou op het dashboard klik, dan gaat hij zeggen van dat ik mij nog moet aanmelden met Signals en On. Dat is zero technologie. Dat ga ik dan doen. En dan gaat hij vertellen dat het dashboard binnenkort gaat komen. Dat is een van de onderdelen die we moeten doen. Maar je ziet linksonder wel dat ik netjes ben ingelogd als Marcel de Vries. Wij gaan even naar de werkgebieden toe. Dat is het belangrijkste onderdeel wat er wel gebouwd is.
En ik heb hier een parkje waar ik een extra speeltoestel plek bij ga zetten. En ik kan het werkgebied openen. Nou, op dit moment opent de suite applicatie en die laat de BGT applicatie, de BGT data ook direct in die we hebben gedownload van de PDoc. Die zie je hier. En nou, ik ga niet een hele uitgebreide knoppencursus geven, maar ik laat even zien dat we wel gewoon kunnen muteren. En wat er dan eigenlijk gaat gebeuren is dat er automatisch wijzigingen gaan plaatsvinden. Even mijn muisje, ja. Ik zoom. Ik ga een nieuw wegdeeltje maken. En ik ga heel even simpel ook zo'n extra wit vlakje maken. Dan vindt hij dat we nog even wat attribuutwaarden netjes moeten doen. En nu, ik hoop dat jullie zichtbaar was, heeft hij direct al een aantal toepassingen gedaan, een aantal regels toegepast. En een van die regels is dat het opdelend moet zijn. En dat heeft hij nu gedaan. Als ik nu select doe en ik pak het onderliggende groenvlak, dan zie je eigenlijk dat hij nu netjes om het getekende gebied heen komt. Dus ook het groenvlak is direct aangepast. Dus je bent op dit moment, als ik hem nu zou versturen, dan zou je ook weer direct klaar zijn om richting de landelijke voorziening toe te gaan. Zo simpel, en van dit soort regels die zitten aan de voorkant in deze applicatie, zitten erin. Ik ga terug naar de presentatie. Nou, je zag Suite. Dat is de technologie die wij daarvoor gebruiken. Dat is een webapp-technologie met directe toepassen van regels. Een van de dingen die je zag was het vlakgerichte werken. En een van de voordelen is dat er een zeer kleine leercurve op zit. Je krijgt alleen maar de knoppen te zien die je op dat moment nodig hebt. En dus niet een grote hoeveelheid knoppenbalken. Het is niet zomaar een applicatie op het SGI-platform. Het is we hebben er vorig jaar proof of concept mee gedaan of we de BGT daarmee konden bijhouden. En het antwoord daarop was ja. Dus, en dat zoals we nu zijn, kunnen we dat ook netjes volledig volgens de regels doen. Hij komt uit Engeland. En ook het Ordnance Survey, dat is het kadaster van Engeland, die houdt daar de mastermap bij. De mastermap is een soort BGT van het Verenigd Koninkrijk. Die wordt daar bijgehouden door Ordnance Survey, dus eigenlijk door het kadaster. En die doen dat ook met Suite. Dus het is een zeer krachtige web-technologie die in grootschalig wordt gebruikt. De mastermap wordt in Engeland door honderden gebruikers tegelijk geëdit. En ja, dat betekent wel dat het een krachtige applicatie is. Ik ga nu een van de filmpjes tonen die wij ook op het event hebben getoond. Waar je net iets makkelijker wat extra functies kan zien in de muteeromgeving. We gaan hier een aantal vlakjes gaan we eerst gaan we die even samenvoegen. En we gaan nog een vlakje gaan we wijzigen of gaan we splitten. Er zijn verschillende toepassingen, maar je hoeft bij het splitten niet exact op de lijn te zitten. Je mag er overheen gaan, want het geselecteerde vlak, daar gaat het om. En dan heeft hij dat netjes gesplitst in twee verschillende objecten. Dan kan je een van die twee objecten kan je wijzigen. Nou, dan zien we daar een vrij klein puntje aan aan het groenvlak zitten. Dat is natuurlijk niet hoe de werkelijke situatie in elkaar zit. En dus die gaan we veranderen. In feite een reshape uitvoeren. En we kunnen gewoon de punten oppakken. Als je goed kijkt naar het witte driehoekje erboven, dan zul je zien dat die ook oplicht. Omdat die ook automatisch door de regel dat het vlak opdelend moet zijn, automatisch wordt aangepast. En die is dan ook direct klaar. Kan natuurlijk ook vertices weggooien.
En je ziet dat die ook direct is aangepast. Goed, als ik even wat stapje dieper in de architectuur gaat duiken. Wij gaan in de KDAC Azure Cloud, en die draait gewoon met Microsoft in Amsterdam. Daar installeren wij de software voor jullie en die onderhouden wij daar. Daar zetten we de BGT-applicatie neer met de S3 software daarin. Wat je net ook zag, wat ik Auth0 gebruikte om in te loggen op mijn eigen KDAC-account. Diezelfde technologie gaan jullie krijgen om in te loggen op je eigen single sign-on en daarmee een koppeling te leggen. Aan de onderkant zie je de connectoren richting andere delen van die je gebruikt, de PDoc die we ophalen, maar ook de landelijke voorziening die we versturen en eventueel naar BAG en BOR applicaties doen. Daar maken we connectoren van, dat gaat of via een API of via KDAC Connect. KDAC Connect is onze Enterprise Serverbus oplossing. Nou, dat alles in geheel krijg je als één interface straks in je applicatie te zien, in je scherm. Wat je net ook van mij hebt gezien, hoe dat werkt. We gaan even weer een mutatie doen. We zien hier een aantal op een kruispunt met een aantal objecten. En we gaan hier verschillende vlakken tegelijk editen op een aantal verschillende methodes. We selecteren hier meerdere. Ik zie dat er al heel veel vragen binnenkomen. We gaan proberen aan het eind zoveel mogelijk daarvan te beantwoorden, maar stel ze gerust. Hier gaan we ook meerdere objecten tegelijk selecteren en dan denken we, nou, we willen eigenlijk alleen de ondersteunende wegdelen hebben, een andere selectiedeel gooien we dan weg en nu gaan we daarvan nu de attributen wijzigen. En op die manier kan je dus heel makkelijk in het web je mutaties uitvoeren. Goed. Ten opzichte van de versie, de filmpjes en de versie die we in het event hebben, waar staan we nu? Nou, we zijn richting de eerste versie toe. De huidige status is wat we de afgelopen periode hebben gedaan, is dat wij single sign-on hebben ingebouwd. Je hebt net mij met mijn eigen KDAC-account zien inloggen. We zijn bezig geweest met de kruinlijnen, de openbare ruimte en huisnummerlabels. De applicatie had daar toch wel wat extra functionaliteit voor nodig en dat hebben we ontwikkeld. De BGT-visualisatie is geoptimaliseerd, netjes volgens de regels hoe dat zit. Dus die is geïmplementeerd. En we zijn bezig met de OTAP-straat in te richten. Net zag je de demo nog op de O van de ontwikkelomgeving waar ik op zit. De testomgeving voor onze ontwikkelaars die is bijna live. En die hopen we er binnen 1 of 2 weken helemaal live te hebben, zodat we dadelijk echt kunnen gaan fulltime testen. En dan komt een acceptatie- en productieomgeving er nog bij. De afstractie is waarschijnlijk de plek waar jullie als klanten jullie dat willen kunnen gaan testen. En productie is dan op het moment dat het werkelijk in productie staat. Wat we net zag is dat er verschillende front-end omgevingen geïntegreerd zijn in één volledige applicatie. En dat we dus niet verschillende tabbladen meer hebben zoals we hem wel hadden bij het evenement. Dus ook dat is geïntegreerd. Nou, de PDoc die is van afgelopen nacht en dat betekent dat we al mensenberichten nog moeten verwerken. En dat is wat we nu aan het bouwen zijn en bijna klaar hebben. En op het moment dat je klaar bent, moet er ook een plaatsbepalingspunt worden aangemaakt. En ook die zijn we nu bijna aan het afronden. Nou, dan moeten nog wel wat andere dingen gebeuren om het helemaal klaar te maken. Maar richting de kerst hopen we, ik hoop eigenlijk een mooi kerstcadeautje te krijgen. Gaan we de eerste versie van KDAC Catalog leveren. En dat betekent eigenlijk dat wij je een online omgeving krijgt waar je aan de eisen van de landelijke voorziening volledig voldoet. Je kan dus ophalen en versturen volgens de eisen van de landelijke voorziening. Dat betekent dat je de BGT volledig kan bijhouden in Catalog. Met je eigen account. En daarmee inloggen. Je krijgt nog, nou, dashboard was nu nog leeg, maar dan zit er wat statistieken bij.
begin 2024, het zal in de eerste weken zijn, dan komt de helpen-instructie beschikbaar. Ik zie ook wat vragen over voorbij komen over andere onderdelen. De roadmap, hoe gaan we dan volgend jaar verder? Want in de eerste versie, ja, dan kunnen we nog niet alles. We kunnen wel de BGT volledig volgens de LV doen. Maar we zijn nog niet volledig met wat we nu met het BGT doen. Daar hebben we volgend jaar ook nog een deel voor nodig. In het eerste kwartaal gaan we de Bach connector of de geometrie van de Bach implementeren. Dat is nog een flinke kluif om die goed erin te zetten. En maken we het helpsysteem en gaan een introductiesysteem erin bouwen. Dan in het tweede kwartaal gaan we de POC-connectie. Eigen lagen, zodat je je eigen luchtfoto of eigen andere feature services kan toevoegen zelf aan de webmap. Gaan we toevoegen. En komen er wat extra export opties dan behalve de landelijke voorziening. En gaan we eigen attributen toestaan. Dan gaan we nog een kleine editor update doen. En dat is eigenlijk de Bach-prikker die er dan bij gaat komen. Dus dan zie je dat er heel veel functionaliteit ook direct aan Catalog bij komt. Dan in Q3 en Q4 gaan we aan een nieuwe app werken. Dat is de inwinningsapp, waar de data collection app, kunnen we het ook noemen. De definitieve naam moeten we nog bepalen. Maar dan ga je bijvoorbeeld het verwerken van meetbestanden uit je landmeetkundig instrument daarin kunnen opwaarderen, zodat je daarna in een laag in Catalog kan toevoegen. Integratie met StreetSmart of een integratie met andere LiDAR, puntenwolken, meshes-achtige omgevingen. Die staat dan op de roadmap. Dan zitten er nog een paar kleine, zoals vooraankondigingen en een verbeterde kaartintegratie. Nou, als we kijken, dan is dit wat er direct, waar jullie direct te zien krijgen. Er zijn nog wat meer onderdelen. We werken nog aan bijvoorbeeld aan het informatie security, zodat we netjes volgens de eisen van informatiebeveiliging werken. En een aantal andere technische onderwater werkzaamheden die nog moeten gebeuren, die zitten ook in deze planning. Want dan zal ik jullie niet meer lastigvallen. We hebben een kwartaalplanning. Dat betekent dat gedurende dit kwartaal deze onderdelen gereed komen. Het helpsysteem, wat ik al zeg, is niet het grootste werk. Dat hoeft niet op 31 maart, maar het kan prima zijn dat het eind januari ook al live is. Dat is voordeel van de cloud en volledig van SaaS. We kunnen releasen wanneer dat nodig is en dus snel nieuwe functionaliteit toevoegen. Nou, hoe gaan we dan daar naartoe? Het is geen volledige NGDW. Vervanging, want ja, in NGDW zit meer. En aan de rechterkant zie je een plaatje van een vraag die ik heb gesteld tijdens ons evenement. Van wat hebben jullie nog meer in zitten? Dan zie je de WAG en de BOS heel belangrijk is. Maar er zitten ook heel veel andere dingen in. Tot en met matenplannen en percelen, terrasvergunningen aan toe. Nou, daarvoor hebben we een inventarisatie nodig over hoe we daar naartoe gaan. En komen tot een gemeenschappelijk migratieplan. Hoe gaat dat dan? We gaan rustig aan. Dat betekent dat je straks de nieuwe applicatie, Kader Catalog en NetBGT naast elkaar kan gebruiken. Want als ik hier in verwerking een Catalog doe, die komt in de landelijke voorziening terug. Dan komt er natuurlijk gewoon een abonnementsbericht die NetBGT kan verwerken. Dus je kan ze gewoon naast elkaar draaien. Het zal geen Big Bang van verandering worden. Nou, in de loop van het jaar komen meer functionaliteiten over. Dan kan je ook besluiten om meer functionaliteiten door Kader Catalog te laten overnemen. En op het moment zal je merken dat je eigenlijk een NetBGT niet meer gebruikt. En dan kan je daar ook daarmee stoppen. Goed, waar zitten we in de tijd dan? Nou, dat is een vraag die we heel veel krijgen. Belangrijk is dat we eind volgend jaar Catalog volledig up and running hebben en NetBGT langzaam gaan uitfaseren. Belangrijk daarbij is dat we nog geen enkel end of life bepaald hebben wanneer we stoppen met NetBGT en GDW of een aanverwante producten die in de database zitten. Het onderhoud daarvan gaat ook gewoon door. Afhankelijk van het aantal klanten, afhankelijk van de techniek en regelgeving. Zullen we op een gegeven moment zullen we inderdaad wel een keer een end of life gaan aankondigen, maar die ligt zeker niet in de komende eerste jaren. Wij houden ons natuurlijk netjes aan de afspraken die we met jullie gemaakt hebben aan de hand van
de voorwaarden die in de overeenkomst liggen. En heel vaak liggen daar de GBIT-voorwaarden onder. En die geven een anderhalf jaar respijt. Nou, op het moment dat we die brief versturen, zijn het hopelijk het grootste deel van jullie al overgestapt op Catalog. Anders gaan we hem zeker nog niet versturen. Nou, hoe zit dat dan met de punten? Nou, in Q4, we hebben een analyse gemaakt van, goh, wat weten we van jullie, wat er allemaal in die database zit. Dat hebben we bekeken en dat betekent dat we in het vierde kwartaal van dit jaar gewoon een aantal van jullie contact gaan opnemen om te kijken van, goh, kunnen jullie wellicht overstappen op de applicatie. Kan de Catalog. En dan gaan we kijken wat er nog meer bij jullie in de database zit. In hoeverre dat nog gebruikt wordt, actueel is en in hoeverre dat overgezet moet worden. Nou, je ziet eigenlijk dat in de komende kwartalen richting volgend jaar, dat dan steeds meer functionaliteit bij komt en er dus steeds meer ook meer klanten voor jullie kunnen overstappen. De verwachting is dat de eerste klant in het eerste kwartaal van volgend jaar de applicatie naast de oude neerzet en eind tweede helft van volgend jaar misschien een keer volledig vervangt. Dus heel sterk afhankelijk van wat jullie nu in de database hebben zitten en welke connectoren je allemaal hebben draaien en wat we daarvan doen. Nou, wil je dat zelf zeggen? Nou, ik wil heel graag zo snel mogelijk richting de cloud, omdat ik problemen mee heb of anderszins, neem dan contact op met uw accountmanager. Dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden daarin zijn. Nou, een van de zaken die dan ook gaan spelen van, ja, hoe zit dat in het licentiemodel? Met client-server technologie, er zit een deel van de licentie zit op aantal inwoners, aantal is named use, aantal is concurrent use. Ja, de cloud is er eigenlijk maar één model en dat is altijd named use. Je moet inloggen met je Singleton, dan weten we wie je bent en dan ben je een named user en daar is het licentiemodel op gebouwd. En afhankelijk van welke gemeente of samenwerkingsverband krijg je één of meerdere apps. En ook die worden apart beprijsd. Exacte prijzen gaan we nog bepalen en zijn afhankelijk van de huidige overeenkomsten die er zijn en hoeveel gebruikers je hebt, wat we daarvoor in de plaats kunnen zetten. Die zitten gezamenlijk in een groep in ons systeem. En dat betekent dat je zit wel op dezelfde server of servers als verschillende klanten, maar je ziet elkaars omgevingen niet, omdat je in een groep zit en daar ook directe beveiliging erop zit. Mocht je samenwerkingsverband zijn, dan kan je verschillende groepen krijgen waar je toegang toe krijgt. Nou, we gaan richting een afsluiting. En wat we gaan doen is nog een mutatie uitvoeren waarbij we uit een katbestand, een vlakgevormd katbestand, een speelplaatsje gaan krijgen. Die gaan we hier doen. Dus er wordt een laag toegevoegd. Die zit op dit moment nog in onze eigen backend. Volgend jaar wordt een van die mogelijkheden toegevoegd dat je dit zelf gaat kunnen. Je ziet daar een overlay, een extra laag toegevoegd met de tekening. Nou, die was zo vlak gevormd van tevoren. En wat we eigenlijk gaan doen is deze vlakjes nu kopiëren naar de juiste laag van onze eigen oplossing. Je ziet hier dat die gekopieerd wordt naar de BGT-laag. Dan moeten we inderdaad nog het fysieke voorkomen netjes aangeven wat het is. En dan zag je ook weer de onderliggende laag oplichten. Dat is opdelend, dus dan worden ook die weer automatisch aangepast en opnieuw bepaald wat daar de vorm van is. En zo worden er een aantal van dat soort laagjes gekopieerd.
denk dat ik hem even iets verder doorzet. En dan, dan houdt hij direct mee op. Dat is een beetje zonde. Oké. We laten hem even hierbij. Goed. Ja, in het kort, klein stukje samenvatting. Ik hoop dat ik jullie heb laten zien dat de BGT in een SaaS, in een webomgeving prima mogelijk is. En dat er heel veel voordelen zijn ten opzichte van de huidige omgeving. Als we naar een common ground haalcentraal-achtige structuur toe moeten, dan is dit wel de efficiënte applicatie daarvoor. Direct bij de bron en direct regels toepassen bij het muteren, waardoor je niet achteraf een controle hoeft uit te oefenen om te zien dat er een fout in zit en dat je dat eerst moet muteren, dan weer controleren en weer muteren, maar dat het direct gebeurt tijdens het werken. En dan kan je in één klik klein alles opsturen en dan landelijk voorziening. Ik zet even de laatste slide op en dan gaan we even kijken naar mijn collega's met wat vragen. Ik heb gezien dat heel veel binnenkomen, dus ik ga even kijken welke er zijn. Vraag, kan er een DGNC-file of DXF-bestand als referentie achtergehangen worden? Ja, volgend jaar kan dat. Dat is het korte antwoord. Wij toevoegen van lagen. De functionaliteit bestaat natuurlijk gewoon in de SRE-technologie. We moeten dat in onze applicatie beschikbaar maken op dusdanige methode dat exclusief voor jullie alleen is. En dat gaan we volgend jaar bouwen. Gaat ook mogelijk worden om eigen additionele gegevens naar interne wens toe te voegen aan vlakken? In de roadmap staat de eigen attributen en objecten. Die gaan we daarin doen. Waarschijnlijk een directe vervolgende vraag daarop is, hoe zit het dan met de database? Wat niet in de landelijke voorziening zit en we zelf bijhouden, daar zullen we een klein database voor jullie beheren in de in onze cloud-omgeving. De NGDW-database wordt PDOC. Hoe gaat dit met MG-objecten die we beheren en die BGT gerealiseerd zijn? Voorbeeld een carport. Ja. Dus dan komen we op extra objecten. Dan is het die we volgend jaar ook gaan doen. Als je die niet levert aan de landelijke voorziening, is dat wat net zoals met de eigen attributen net ook, dan gaan we die in een eigen database op onze server opslaan, gerelateerd aan de BGT. Daar moeten we nog best wel doen, omdat je dan een splitsing moet maken in wat er wel niet naar landelijke voorziening toe gaat. Daarom staat die voor volgend jaar. Maar ook die gaat gewoon mogelijk worden. Dan kan je ook default waardes instellen, aanpassen, overnemen. Dan moet ik even. Een aantal wel. Je wil heel graag natuurlijk gewoon dat je op het moment dat je inlogt als een gemeente, dat jouw gemeente als default had ingesteld. Die gaan we zeker regelen. In hoeverre, hoe diep dat gaat, daar moet ik even helaas het antwoord schuldig blijven op dit moment. Dan moet ik even mijn collega's aan kijken die betere, diepere kennis hebben van de BGT dan dat ik heb. Het lijkt nu op een naam schetsen van de geometrie. Hoe zit dat met topologische regels zoals nu binnen NGDW met de regelgeving? Ja, de topologische regels, dat is precies wat Sweet voor ons doet. Die worden direct toegepast tijdens het tekenen. En dat betekent dus dat je wordt meegenomen in het goed maken van je kaart. En die topologische regels die we nu in NGDW zitten, die komen ook terug in Sweet op een andere manier, maar dusdanig dat we netjes aan de BGT-eisen voldoen. Kun je meerdere objecten tegelijk verwerken? Ja, zeker kan dat. Ik heb nu eentje gemaakt als klein dingetje, maar als ik ergens anders nog een vlakje teken of mutaties uitvoer, kan dat zeker. Even kijken of er nog een andere is die we. Deel van de inwinning tot aan de BGT. We hebben wel ideeën over hoe de inwinning gaat plaatsvinden.
Maar zoals je in mijn roadmap ziet, hebben we eerst de Geo-Bach connector en de Bock connector gaan we bouwen en daarna gaan we een inwinning doen. Die prioriteit is, is een van de vragen geweest bij ons event van 13 juni. En toen werd deze prioriteit ook aangegeven door de deelnemers van het event toen. Die staat dus voor volgend jaar en daar zullen we nog best wel een aantal keren bij jullie over terugkomen van welke inwinningsopties hebben jullie nodig op wat voor manier. En die gaan we dan ook nog wel op die manier bouwen. Maar ja, iets wat ik eind volgend jaar ga bouwen, daar is nu ideevorming over, maar nog geen definitieve keuzes in gemaakt. Kun je naast standaard BGT-visualisatie ook visualisatie op verschillende attribuutwaarden? Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Is een goeie. Kunnen we als wens neerleggen in de backlog. Ja. Goeie vraag. Hoe zit het met de koppeling naar de BOG en BAR applicaties en de verschillende softwareleveranciers? Die gaan we bouwen. De BAG gaan we de eerste kwartaal bouwen, de BOR tweede kwartaal. En die komen dan automatisch beschikbaar in jullie omgevingen. Met de verschillende BOR en BAG pakketten die er zijn. Waar we nu ook gewoon prima contact mee hebben. En die gaan we dan ook opnieuw neerzetten. Hoe kan ik het werk van je nieuwe collega's bekijken? Misschien iets duidelijker nog. In een HS kun je de deelnemer. Oké. Werkvrienden die willen even controleren. Ja, uiteindelijk als we een acceptatieomgeving hebben, dan gaan we een van de dingen die we kunnen doen, is dat we testaccounts kunnen gaan geven. Helaas zitten we nu nog, ik was graag iets verder geweest, maar nu nog alleen op ontwikkelen en bijna testomgeving. En die zijn echt... ontwikkelen en testen voor onszelf. En ik heb letterlijk mijn development collega's gevraagd van push niks op dit moment, omdat ik deze demonstratie wilde geven. Dat betekent dat je dan over uur de omgeving weer helemaal eruit kan zijn. En zodra we een acceptatieomgeving krijgen, dat is de plek waar ik jullie toegang toe kan geven en kunnen gaan laten testen. En dan komt er een mogelijkheid tot bulkmutaties. Daar zijn we aan het kijken of dat met de huidige functionaliteit kan of daar we nog iets speciaals voor moeten bouwen. Uiteindelijk is het een webapplicatie, een GIS-applicatie die daar prima mee om moet kunnen gaan. En automatisch berichtenverkeer zie ik nog een vraag. Met BAG, VTH-applicaties. Ja, uiteindelijk komen die er. Wat we nu ook hebben met BAG, GeoBAG en andere applicaties gaan we bouwen. Kapfunctionaliteit, dus dan kun je minder nauwkeurig. Ook met GIS, met deze webapplicatie kan je nauwkeurig werken. Voldoe je netjes aan de precisie en nauwkeurigheid die de BGT vereist. Dat kan absoluut. Ik heb heel snel een klein vlakje getekend. Dat is wel een beetje slordig getekend. Maar je kan heel netjes met de absolute precisie en nauwkeurigheid zaken verwerken in de BGT-applicatie. Oké. We gaan nog even kijken of we alle vragen hebben gehad. We zitten met meer dan 100 mensen in het webinar. Dus dank daarvoor voor jullie grote getalen om hier te komen. We gaan nog even kijken of we alle vragen hiermee beantwoord hebben. En anders dan gaan we die nog beantwoorden achteraf per e-mail. Dank voor de aandacht. Mocht er vragen zijn, neem dan met mij of een van mijn sales collega's contact op. En ik hoop
binnenkort weer eens een keer live te kunnen zien. Dank u wel voor je aandacht.